Om van te kotsen is het gelukkig niet onze podcast, maar wel de Lord of the Rings Gollum. En daar hebben we het straks uitgebreid over. Over waarom dat we daar zoveel bij gekotst hebben. Het is toch echt wel een van de slechtste games van de laatste jaren, decennia, maybe forever. En we gaan dat thema dan ook breder trekken. Maar dat is voor straks om te introduceren met wie dat ik het erover ga hebben. Hebben we, ja, niet hallo, maar de beste impressionatie natuurlijk van het geluid dat onze geliefde Gollum altijd maakt. Dag Kevin. Dag Aaron. Gollum, my precious. Gollum. Oh my damn, die was goed. Holy shit. Die was echt fantastisch. Ik zou bijna denken dat... En we hebben ook Andy Serkis in deze podcast. Nee, die was echt spot on. Allee, Kevin, je hebt je best gedaan, hè. Ik zeg niet dat die van u slecht was, hè. Ja, maar het is niks. Maar die van Aaron... Ik had in mijn keel. Ja, maar die van, wilt geen herkansing? Of... Nee, het is goed. Het hoeft niet. Ik aanvaard mijn nederlaag. Also, ik denk dat iedereen, buiten misschien Andy Serkis, zijn nederlaag aanvaardt. Goed. Met dit trio gaan wij de strijd tegen Gollum aan. Het is een strijd die al lang verloren is. Maar we hebben het ook nog over andere dingen in deze 56e episode van de Pragalicious podcast. Ja, maar wacht, Roma. Jij moet ook nog Gollum nadoen, hè? Je gaat er niet van onderkruipen, hè? Oké, mijn impressionatie is... Gollum. Gollum. Oh, dat is ook niet slecht. Ja, ik vind het beter als spel. Ja. Ah, dank u. Dank u. De lat ligt hoog. De lat ligt... Ja, het is een limbo waarbij dat je rug en je knieën breekt. Tegelijkertijd. Vooraleer dat we het over Gollum hebben, hebben we nog drie aperitiefjes om mee aan te vangen. Aaron, het eerste is dat van u. En al zeg ik het zelf, dat is een mooi en tedere boodschap. Ik vind het iets keileuk, maar ja, jij mag het vertellen, obviously. Ja, afgelopen weekend staat bol van Diablo 4 natuurlijk. Hè. De mensen die het spel gepreorderd hebben, en niet alleen gepreorderd, maar ook de Deluxe Edition en de Ultimate Edition hebben gepreorderd, die konden al vanaf vrijdag 2 juni aan de slag. En er is iets speciaals aan de gang, want er kunnen namelijk 1000 spelers, niet alleen gewone spelers, maar hardcore spelers, kunnen als ze bij de eerste 1000 zijn, op level 100 geraken, een standbeeld in het spel verdienen met een naam op. Natuurlijk, dat gaat zomaar niet, want ten eerste, zoals ik al aankaartte, het is hardcore. Dus dat wil zeggen, ben je dood, is het gedaan, kun je terug beginnen vanaf level 1. Dus dat is een beetje het addertje onder de gras. En ik spreek uit ervaring. Ik heb in Diablo 3 en Diablo 2 ook de hardcore gameplay geprobeerd. En dat is niet normaal, hè? Want ja, je speelt ook het spel volledig anders. Maar je weet, ja, als ik dood ben, is het allemaal over en uit. En ik kan me wel voorstellen dat deze soort van uitdaging wel voor heel veel spelers, moet ik het zeggen, heel veel spelers uitdagend blijft, of is. De uitdaging is uitdagend, ja, dat is logisch, hè. Dus, maar in ieder geval, ik denk dat er heel veel spelers een poging gaan treffen. Of als ik het ga doen, ik weet het niet. Ik ga misschien wel hardcore spelen, maar ik denk niet dat ik de tijd ga nemen om bij de eerste 1000 te geraken. Je kunt proberen, hè, maar ik kan mij er alleszins niet aan wagen, denk ik. Diablo is sowieso al niet van de simpelste games. En ik heb het hier nogal gezegd, voor mij is spelletjes spelen ontspanning. En niet iets om mijn controller door mijn tv te gooien. Dus ik hou het wel op een gewoon niveau. En respect voor de mensen die het wel doen, sowieso. Het is een heel leuk initiatief, vind ik wel, om in-game effectief de fanbase zo te verwennen. Het is... Ja, je bent immortalized in die game, hè, als het je lukt. En dat mag ook wel voor hetgene wat je ervoor moet doen. Maar ik vind zoiets veel leuker dan een moeilijke platinum trofee of something like that. Mm-hmm. Dat is iets speciaals, hè, like dat je zegt. En ook, ja, we gaan Diablo 4 spelen, de meeste fans, de fans van de vorige edities, hè, sowieso. Dus als u dat moest lukken om dan uw naam op dat Lilith standbeeld te krijgen, dat is goddelijk, hè. Absoluut.
Het nieuwtje waarover dat ik het zelf even heb, is de aankomende release van toch wel een van de meer anticipated games van dit najaar. En zeker een van de most anticipated ones voor mij. En ook voor Highlord Wolnir, weet ik. Alan Wake 2, 13 jaar na de 1 en een paar jaar na de heel mooie remaster op PS5, krijgen we dus eindelijk de 2 van deze psychologische horrorgame. We hebben een release date gekregen in oktober. We hebben een zalige trailer gekregen die voor mij heel, heel zware The Last of Us meets Resident Evil vibes afgeeft. Er zit ook een klein beetje gameplay in die trailer waarbij dat je duidelijk tegen een soort van mystieke cult moet opnemen, waarbij dat we zien dat Alan Wake 2 na 13 jaar, want in de game zijn er ook effectief 13 jaar verstreken, dat het niet geweldig goed met hem gaat. En waarin dat we ook gewoon zien hoe dat de wereld er nog altijd luguber en zeer mysterieus bij ligt. Maar het belangrijkste nieuws vond ik eigenlijk het triestigste, dat kwam er eigenlijk net na. En dat is dat publisher Epic Games heeft bevestigd dat ze voor Alan Wake 2 niet gaan doen wat ze bij al hun andere games ook bijna niet gedaan hebben. En dat is geen physical release geven. En dat vind ik heel jammer. Ik kan daarmee akkoord zijn als dat voor, hoe moet ik het zeggen, kleinere games is of games. Allee, ik bedoel bijvoorbeeld Fall Guys heeft geen physical release en somehow snap ik dat wel. Al vind ik dat heel jammer dat ik de game die ik meer dan 500 uur heb gespeeld niet in mijn pollen kan houden. Maar bij Alan Wake 2 vind ik dat heel... Er bestaat van trouwens? Er is toch ergens... Ik weet van Rocket League. Among Us, sorry. Among Us was inderdaad ook één die in het begin niet physical was. Hè. Klopt wel. Hè. Ja. En dat ze dan uiteindelijk wel een collector's edition voor 40, 50 euro een heel toffe editie hebben op de markt gebracht. Rocket League hetzelfde, heel lang non-physical geweest. En dan jaren later gezegd van, we brengen wel een collector's editie uit, die ik dan ook onmiddellijk kocht. Want ik vind dat gewoon tof om dat aan te raken. Klinkt vrij pervy, maar zo is het nu. Maar Alan Wake 2 ga ik het dus waarschijnlijk niet hebben. Er beginnen nu wel al stemmen op te duiken van andere developers of publishers die zouden willen helpen om dat toch een physical release te geven. En de uitleg van Epic Games zelf is gewoon dat ze het doen om de kosten te drukken. Maar het mag misschien vreemd klinken, hè? Maar ik betaal dan liever 60 euro voor het in mijn pollen te hebben dan 50 euro om het digitaal te hebben. Maar ik weet niet hoe dat Uldermening daarbij staat. Net hetzelfde, hè. En je gaat er maar vanuit dat de game evenveel gaat kosten als alle andere games. Want dat is ook zo'n puntje waar we al even over gehad hebben. En dat heeft gewoon puur te maken met het feit dat... De uitgevers, zoals de PlayStation en de Microsoft, dat die de prijzen specifiek hoger houden digitaal, om zo geen concurrentie aan te gaan met de fysieke winkels. De uitgever van de eerste, Alan Wake, die is zo wat in de bres gesprongen en zegt van hey, misschien moeten we niet eens praten, want we zien dat anders wel zitten om hem fysiek uit te brengen. Dus wie weet dat er toch nog... na de backlash toch nog een klein puntje in hoop is voor de fysieke releases, maar... Allee, langs de andere kant, PC-games hebben al jaren geen fysieke releases niet meer gehad. Hè. Of toch heel weinig. Gaat het er op termijn ook op console volledig uit, volgens u? Is dit het begin daarvan? Oh, het begin... Ik denk het wel. Er gaat een tijd komen dat er geen fysieke releases niet meer gaan komen. En dat is enerzijds ontzettend jammer, want ik vind het heel leuk om hier een kastje te hebben staan met redelijk wat dvd'tjes in. Langs de andere kant... het is wel gewoon gemakkelijk om te zeggen van download dat ding en we zijn begonnen. Hè. We kunnen beginnen spelen zonder dat je een schijf moet insteken. Van, oh shit, er zit nog dat van dat vorige spel, stik nog iets in. Ja. Je kunt veel sneller wisselen. Dus het is... Bij mij is die verandering wel gekomen bij de Nintendo Switch. Vroeger was ik ook heel hard fysieke kopies en ik moet alles op een schijfje en in een doosje hebben. Maar toen bij de Nintendo Switch, het is toch wel verdomd gemakkelijk dat je niet altijd die stomme kaartjes moet meepakken als je spelletje wilt wisselen. Ik begin het ook een beetje te hebben nu, en bij mij is dat dan vooral via Nine Lives en Pragalicious gekomen, omdat wij onze reviewcopies ook niet vaak physical krijgen. Hè. Dus, en daarmee dat ik ook zo na een tijd wel iets begin te hebben van het is wel simpel en zo. Ik was vroeger ook, toen dat Spotify begon op te komen, was ik ook van oei, dat wil ik niet zien. Ik wil mijn cd's en dit en dat. Er is niks fucking makkelijker en beter en handiger en gebruiksvriendelijker dan Spotify. Hè. Dus ik koop nog cd's, maar dan nog. Aaron, zit jij ook deel van Team Physical, of hoeft dat allemaal niet? Ja, ik heb het toch ook liever in de kast staan. Maar je ziet ook een beetje de afgelopen jaren dat toch lichtjes begint te veranderen. Hè. Dus ik denk ook wel inderdaad dat we bij het begin zijn gekomen dat de fysieke edities stilletjes aan beginnen te verdwijnen.
Niet alleen ook van dat je geregeld via de Epic Store of via de PlayStation Store, noem het maar op, toch soms flinke kortingen kunt verzilveren op bepaalde games die je eigenlijk op disc bijna onbestand kunt krijgen om die prijzen. Hè. En dat, want ik was ook vroeger altijd de man die liever discs wou, DVD's, Blu-rays, noem het maar op. Maar als je dan soms eens zo door die store wandelt, als ik het zo moet zeggen, en je ziet zo'n game staan, ik zal nou bijvoorbeeld geven, maar we dan toch over die Alan Wake 2 bezig zijn, die Alan Wake 3 Remastered. Ik heb die al verschillende keren voor €11 in de store zien staan. En dan denk ik zo van, zou ik het kopen of niet? En de enige reden waarom ik dan twijfel is, ik heb nog zoveel om te spelen. Maar allee, het zou mij eigenlijk dat ik dat niet moest hebben, had ik het al direct gekocht. En dat is niet alleen bij Alan Wake 1 Remastered, maar dat is met nog zoveel andere games. Als je soms die prijsverschillen ziet met de fysieke edities. Ja, en het is ook gemakkelijk. Maar dat is voor mij niet echt het punt om te zeggen van, dat is de reden waarom ik geen fysieke edities niet meer zou kopen. Maar vooral het prijsverschil soms toch wel. Mm-hmm. Het laatste nieuwtje, Kevin, komt van u en heeft te maken met nog altijd een van de beste PS5-games till vandaag. Ja, absoluut. Dat is ook een van de redenen dat ik het nog eens aanhaal, omdat iedereen die Ratchet & Clank Rift Apart nog niet gespeeld heeft op zijn PlayStation 5, doet dat. Dat is een keigoed spel, keileuke platformer, ziet er fantastisch goed uit, doet dat gewoon. Maar mensen die geen PlayStation 5 hebben en zweren bij PC-games... Goed nieuws, want die game komt er midden deze zomer aan, 29 juli, verschijnt hem op PC. En ik had een beetje schrik eerst toen ik het nieuws zag passeren van onze Wolnir. Is, want ja, The Last of Us op PC, dat was nu niet bepaald een geweldig goed verhaal, Auron. Jij kunt het beamen, denk ik. Helaas wel. De re-review komt er deze zomer aan. Ah, voilà, kijk, fantastisch. En... ja, dus het goede nieuws is dat een andere ontwikkelaar is. Het zijn de mannen van Nixxes Software. Dat zijn de mannen die de twee Spider-Man games hebben geremasterd naar PC. En die waren wel uitstekend. Dus ik zou zeggen, het is eigenlijk gewoon een beetje een oproep. Een beetje liefde geven aan Ratchet & Clank. Van, speel die game en als je hem op PC wilt kopen, doe het zonder probleem. Want ik denk en ik heb wel een vermoeden dat het wel goed gaat zijn. Maar sowieso gaat de review bij ons wel lezen, hè. Rond 26 juli. Excuses, excuses en nog eens excuses. En eigenlijk komen ze veel te laat, want ze komen na release. Developer Daedalic heeft zich geëxcuseerd voor de launch van The Lord of the Rings Gollum. En ik zal eens zeggen waarom dat niet juist is. Omdat ze zich enkel voor de launch hebben geëxcuseerd. Ik heb de game gereviewd voor onze website. Ik heb het 2 op 10 gegeven. Ik vind dat ik daar gul mee ben geweest, want ik heb getwijfeld over een 1. Maar ja, die excuses sloegen dus voor mij helemaal nergens op. Waarom? Omdat Daedalic zich excuseerde voor alle bugs en glitches die in de game zaten. Maar mocht die daar allemaal uithalen, dan heb je nog een heel slecht product. Het is gelijk een kak afgeven aan iemand die geen rozijnen lust en zeggen van, ja, maar ik heb alle rozijnen uit de kak gehaald. Maar het blijft een kak. daarom is het verschrikkelijk. Gollum is allee, het feit dat we het als hoofdonderwerp aanhalen in de podcast, zegt genoeg. En ik pingpong de vraag dan ook naar jullie door. Kevin, hoe kan het toch dat zo'n gedrocht het levenslicht, het daglicht ziet? Ja, ik vind dat een uitstekende vraag. En ik denk dat er ook gewoon niemand een antwoord op heeft, behalve de mensen bij Daedalic en Nacon, de uitgever. Want ik heb de game zelf niet gespeeld. Ik heb de gameplay-video dat jij mij doorgestuurd hebt, heb ik online gezet en met veel verbijstering naar gekeken. Want dat trekt gewoon echt op niks, hè. Ik had echt zo nog een beetje een sprankeltje hoop van, maar misschien gaat het wel meevallen. En na die gameplay-trailers dat we allemaal gezien hebben, het gaat misschien nog meevallen, het gaat misschien nog een tof verhaal zijn of iets. Maar blijkbaar is het echt gewoon niks. En ja, hoe dat dan game dan zo toch uitkomt, is denk dat gewoon het geduld op was bij Nacon. Ik denk dat ze gewoon gezegd hebben van, kijk mannen, van Daedalic, je gaat het niet meer goed krijgen. We hebben de game ondertussen 4-5 keer uitgesteld. 2 jaar in totaal, hè? 2 jaar extra de tijd gehad om die game goed te krijgen. Het is er niet. Ja, dan moeten we het gewoon uitbrengen en zien wat het geeft en de shit over ons krijgen. En ja, hopen dat de shitstorm rap gaat liggen. Ik denk dat dat de enige reden is dat ze er toch nog iets of wat geld
willen uithalen. Ja, het is uiteindelijk een cash grab. Hè. Dat is wat dat ze hadden zoiets van... Op dat moment kun je eigenlijk kiezen van bewaart je je waardigheid of slaat je er wat geld uit. En ze hebben voor het tweede gekozen. Hè. Ja. Het is niet de eerste keer ook dat Nacon dat doet. Hashtag de Tour de France game reeks. Ja. Maar, allez, ik bedoel maar, dat is het. Hè. Je moet gewoon je waardigheid opzij durven zeggen. Want de enige wat dat Nacon nu gewoon hoopt, is dat er heel veel mensen zijn die niet weten dat reviews bestaan. En dat er heel veel fanboys zijn van Lord of the Rings, die gewoon zoiets hebben van, dit is mijn lore, dit is mijn serie, en alles wat ervan komt, moet ik kopen, want er zou maar eens iets nieuw qua informatie over Gollum moeten inzitten of zo. Ja. Daar hopen die op, hè. En het jammer is dat dat misschien deels ook werkt, hè, want de naam Lord of the Rings verkoopt. Tuurlijk. Hè. En elke vader met een kindje van 6-7 jaar, dat zich bij Halloween wilt verkleden als Gandalf, en die... Lord of the Rings tegen dan aan 10 euro, 15 euro in een budgetbak ziet liggen, god dat ook kopen, hè, bij wijze van spreken. Ja, wel, maar aan 5 euro wil ik het misschien ook nog wel kopen. Gewoon om het niet doen. Een keer zelf niet gezien doen. Te hebben. Nee, gun het drie je jaar, niet. Misschien is de game dan uiteindelijk fantastisch geworden. Misschien moeten we tegen volgend jaar een re-review doen van de Lord of the Rings column. Er zijn niet genoeg re's in de wereld om die niet te buizen. Maar het is... dat... Ja, zeg maar, Kevin. Nee. Had dat toch verwacht, dat geen goed spel ging worden? Tuurlijk, vanaf het begin, de eerste trailer. Voilà. Ja. Allee, ja, bedoel, kom. Ze pakken ten eerste al het meest oninteressante personage dat er bestond in Lord of the Rings, waar ze een main game van gaan maken. Ja. En dan, wat ik dan nog straks van allemaal vind, is, ik heb het spel ook nog niet gespeeld, maar ze creëren dan een game dat eigenlijk al bestond, dat eigenlijk 7 keer beter is. En dat sticks. Als iemand dat kent, ja. Dat is een soort gelijk spel. Dat is ook zo een soort van goblin, waar je ook zo in de schaduw moet kruipen en ook zo wat moet kruipen en stelt en dit en dat. En dat deed mij, toen ik de eerste beelden van Gollum zag, mij er wel aan denken, aan Styx. Styx, was... Master of Shadows. Ja. En dat was zeker geen slecht spel. Dat is ook geen topspel, maar dat is een 6 of een 7 pakt. Allee, misschien ietsje meer, maar 7,5 of zo, maar... Allee, ja. Maar dat is tegenover die Gollum. En ja, like dat Gullen ook zegt, dat is gewoon puur die naam weer, hè, van de Lord of the Rings. Maar dat is op teren. Hè. Allee, ja. Voor de duidelijkheid, Styx is S-T-Y-X. Voor de mensen die het willen opzoeken. Ja. Dus Styx is oké, maar Gollum is Styx in Ogat. Stinks. Stinks is ook mooi. Ja. Maar ik heb vooral te doen met de mensen die de deluxe editie gekocht hebben. Hè. Want... Ik weet niet of we dat hierin gehad hebben, of dat we... Zwart, ik weet het niet, maar er is dus een deluxe editie van Lord of the Rings Gollum, waarin dat je cosmetische items krijgt voor Gollum, wat ik heel raar vind, een Yvonderbroek of die een of het ander, ik weet het niet, of een lendendoek. Een pruik. Maar het rukste, vind ik, is dat ze het elvish, hè, want er zijn elven in de game, dat je alleen, als je de deluxe editie kocht, dat de elfen daarin elvish praten. In de standaard game spreken die Engels. Oh. Dus als je als hyperfan van Lord of the Rings zegt: ah ja, maar ja, wacht, maar ik kon hier 10 euro extra geven voor de deluxe editie, want dan kan ik mijn Elvish wat bijschaven in de game. En dat je dan zo een ruk game voorgeschoteld krijgt, ja, dat voelde toch echt wel bekocht. Er zat wel nog één toffe extra bij die collector's editie, en dat is dat dan bij de elven. Een hele coole, swingende zanger een optreden geeft. Dat is dan Elvis Presley. Dus, de moppen zijn op niveau van de game, sorry. Ja, okay. Dus. Ik laat het toe. Ik geef het oké. Nee, het is alles aan de game is slecht. Het is echt zo slecht als dat men beweerde. Dat brengt ons bij het bredere onderwerp, aangezien dat Gollum zo ruk, zo slecht, zo kak, zo verschrikkelijk is en niet zou mogen bestaan. Ja, welke games heeft dat bij ons in gedachten opgeroepen? Dus wat zijn voor ons de slechtste games, waaraan dat jullie dan meteen nadenken van holy shit, dat was ook echt wel verschrikkelijk. Aron, ik vraag het eerst aan u. Welke game, waar wilt jij de mensheid voor waarschuwen van pas op, dit bestaat en het zou niet mogen, maar het is er. Ja. Niet zo extreem als Gollum, maar ik had dat bij Assassin's Creed Unity. Als je de voorgaande reeksen of games had gespeeld, die waren altijd zeer goed. En dan kreeg je Unity, dat precies een beetje een versnelling is gefabriceerd.
en dergelijke. Dat vooral was ook zo saai als het maar zijn kan. En dat was een game. Ik ben dan ook zo'n pipo dat alle kisten gaat zoeken en weet ik het allemaal wat. Maar in Unity heb ik dat echt volledig overgeslagen. Omdat ik gewoon geen goesting meer had om dat te doen in Unity. Natuurlijk, dat is nu zo'n niveau, like Gollum. Maar ik had nog zo'n game en dat is een VR-game. En dat is Borderlands 2. Borderlands 2 is zeer goed, de gewone Borderlands 2, maar de VR-editie is echt wederom kak. Dat is om mottig van te worden, dat is niet normaal. Ik heb al wat VR-games gespeeld en ik heb enkel met Borderlands 2, daar word ik echt mottig van dat spel. Niet alleen omdat het zo slecht was, maar ook door te bewegen in Borderlands 2. Ja, ik heb er zo een stuk of drie in het genre van heel veel hype rondbouwen of een grote naam rond hebben en uiteindelijk een kakproduct hebben. De grootste dat bij mij van recente geschiedenis is e-football. De nieuwe PES, de gratis PES. Holy shit. Dat was echt ruk. Oh, en nog altijd. Je rijdt een wanden terug open, jong. Ja, een maand of twee geleden heb ik het nog eens opgestart. Ik dacht van, misschien is het al beter. Nog niet helemaal. Ze zijn er nog niet helemaal, Konami, maar... Dat vond ik echt hartverscheurend, omdat ja, PES was altijd een goede game geweest. En ze brengen dat dan uit als een free-to-play. En dat trekt gewoon op geen hol, hè. En je kunt op onze website, hebben we er toen in de tijd een artikel aan gewijd, hoe dat de graphics eruit zagen. Dat was gewoon te blijten en te lachen tegelijk. Ja, en het ergste is dat Konami, dankzij de release van eFootball, niet enkel zijn eigen reeks slechter heeft gemaakt, maar ook FIFA, omdat die minder moeite moeten doen, omdat er minder concurrentie is. Ja, absoluut, absoluut. Ja, wel, ik heb een beetje hoop voor Football FC, zoals je het gaat noemen, of we noemen het EA Sports FC. EFC, ja, voilà. Football. Ik zit al maandenlang te lachen met mijn maat, spelen alle twee heel neig Ultimate Team, en dat heet afgekort in de community, noemen we dat FUT. Ja. Van FIFA Ultimate Team. Mm-hmm. En vanaf volgend jaar, en ik hoop echt dat ze het doen, dat dat gewoon het heet. Ja. Omdat het niet meer FIFA is. En ik zit zo al maanden, want we vinden alle twee wel jammer. FIFA is toch echt een powerhouse. Dat die naam weggaat en dat je niet meer gaat kunnen zeggen, we spelen een potje FIFA. Ja. En altijd als hij zegt, van oh, ik heb gisteren weer liggen packen of whatever, dan zeg ik zo in het. En dan liggen we altijd strijk. Dat niet klinkt. Als je het helemaal wilt, moet het eigenlijk FKUT noemen. Van FCUT. Dus het is FKUT. FKUT. Ja. Zolang dat niet dus, kut wordt, ja, oké. Okay. Ja, voilà. Ja. En dan het tweede waar ik ook een sportspelletje is, en ook eentje van Naken, als ik me niet vergis, is die een Tennis World Tour. Wat een holy shit. Tennisspelletjes waren dat. Amai, ik heb die ook gebuist toen. Ja, de twee, hè. De World Tour 2. Ik heb gespeeld in de tijd. Oh. Dat was dramatisch. En, even ja, tussendoor, dat... Nacon is... ik weet niet, mag ik zo vrij uitspreken? Nacon is een slechte publisher. Ik heb al... Die hebben, pas op, ze hebben ook geweldige games. Hè? De WRC-reeks zit in zeer goede handen. En ja, dankjewel meer, Nacon, hè? Om mij... Niet meer, maar... Dankjewel, Nacon, om mij fantastisch goed te ontvangen op Gamescom 2022, moet ik ook zeggen. Dank u. Maar... Die hebben toch ook al wel wat stinkers in de collecties, hè? Holy shit. Ik denk dat er gewoon ergens in het management iemand moet gaan zitten. Ik stel voor dat wij ons drieën dat gaan doen. Dat we af en toe zoiets een rode kaart omhoog moeten steken. Van, deze gaan we niet doen, jongens. Dit is een slecht idee. Stik er geld in, stik het in iets anders. Iets anders. Stop met Tour de France games te maken ook gewoon. Maar ik denk dat dat... Ja, ja. De 22 heb ik ook een 2 op 10 gegeven. Hè. Die zat in mijn lijst die ik ging aanhalen. Ja. De 21 heb ik een 4 gegeven, de 22 een 2. Ik weet niet wie dat nu de 23 aan het previewen is. Was dat de previews staan online van een gym. Ja. Ook gameplay-video's. Ja, man, zag er ook niet. Zag er ook niet. Hij zegt het nog heel voorzichtig in de preview, gelijk dat we vaker doen. Van, ja, ze hebben misschien de gele trui nog niet. Ze zijn in travijn aan het vallen. Zonder veel ze zijn gesprongen. Er is werk aan de winkel. Ja, dus... Dat moet toch verkocht worden, dat spel, want anders brengen ze toch elk jaar geen nieuw uit. Ah, maar er is gewoon geen andere wielrenner-game. Wat moet je doen als wielrenner? Je kunt kiezen op tussen... zelf kruipen en fietsen. Ja. Niet spelen. Een Zwift kopen of zo. Ja, of zo naar de schermpjes kijken en zo van de basic fits zijn van... Oh, hier ziet je gesimuleerd uw rit op de van toe en dat ze gewoon 3 uur lang een berg...
Ja. Ja. Een still Zwift, screen. Ken je dat niet, Zwift? Dat ken ik niet meteen, maar dat zal hetzelfde principe zijn. Een machine dat je aan je velo hangt, aan je fiets, voor in je living te fietsen, of in je garage, of waar je ook... En dan kun je dat zo aansluiten naar een tv, en dan kun je dus fietsen, en dan zie je eigenlijk de berg omhoog aan het gaan. Ja. Ja, dat ziet er ruk uit, maar dat is wel beter dan Tour de France. Ja. Wel iets duurder dan Tour de France, misschien is dat het probleem. Er zijn twee games die ik zelf wil toevoegen aan het rijtje, want ja, Tour de France zat er al in. Predator Hunting Grounds. Dat is een naam die ik even wil opbrengen. Ik weet dat Predator een retro-effect heeft op deze generatie, maar dat betekent niet dat je PS2-graphics in een PS4-game moet steken. Ik weet dat de asymmetrische multiplayer ook echt niet goed werkte, dat een enemy AI verschrikkelijk was. Dat is ook iets buiten gewoon... Want meestal als we denken aan slechte games, denken we aan slechte graphics. Maar bij Predator Hunting Grounds waren het ook de AI die slecht was. En dat is iets dat ook heel vaak terugkomt, vind ik. Bij Gollum ook. Slechte AI kan ook echt een game breken. Absoluut. Daar heb ik toen een 4,5 op 10 gegeven. In de Nine Lives Days was dat. Er is ooit in 2009 een reboot geweest van Wolfenstein die ik verschrikkelijk slecht vond. Maar grappig genoeg heeft die op Metacritic wel nog 71%. Maar dat is een van de weinige games die ik ooit heb weggesmeten. Gewoon omdat ik het echt niet goed genoeg vond. En ik had zelf zoiets van, ik wil het niet in mijn kast hebben staan. Ik vond dat ook totaal geen een toffe insteek. Dat was met BJ Blazkowicz als detectieve en niet als bad guy. Ja, dat was wel een reimagining, gelijk dat Doom 3 dat was van de originele Doom. Maar dat werkte echt niet. Ja. En dan één game die ik nog wel graag wil aanhalen. Is een verschrikkelijk slechte game die ik heel graag heb gespeeld. Gewoon omdat het een eerste was in jaren van die reeks. Tony Hawk's Pro Skater 5. Ja. Dat was een game, als ik zat moeten reviewen, had ik het ook 2 of 3 op 10 gegeven. En dat was echt kut en kak. Maar dat was wel de eerste Tony Hawk in zo lang. En ik heb die 3 keer basically uitgespeeld. En ik zat constant te denken van, dit is echt niet zo goed als Pro Skater 2 of 3 van destijds. Maar het was wel Tony Hawk. Ja, voilà. Ja, ik heb nog één eervolle vermelding en dat is Bee Simulator. Ja, B-simulator, dus een bijensimulator. En je speelde een bij en je kon dan mensen gaan terroriseren en je moest naar de bloemetjes vliegen om dan die dan eigenlijk terug naar je huis te brengen met stuifmeel. Om dan een wat rukspel, of voor de kindjes, maar echt een rukspel. Dus, maar je kon mensen niet vermoorden of zo? Dat je zo juist kon steken in de keel? Een vriendelijk bijtje. Of in de mond kon vliegen of zo? Andere bijtjes. Holy shit. En zo van die dingen, was echt... Dat was een zeer fascinerend spel. Maar bon, tot zover. Zoek het een keer uit, zou ik zeggen. Van B-simulators naar A-recommendations met onze suggesties van het huis. We hebben één game en het begint traditie te worden dat Aaron de enige is die in een gamingpodcast een game aanbiedt. Aaron, zeg ons eens iets waar we tranen van krijgen. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ik heb hem onlangs gereviewd voor de website. Ik heb het een 10 gegeven. De reden is heel simpel. Als je de review hebt gelezen, ik vind het is misschien een beetje stom dat ik zelf over mijn review begin, maar ik heb hem nog eens nagelezen achteraf en ik vond eigenlijk dat hem ook een 10 uitademde, mijn review. Ja, je kunt er maar lachen, maar het is echt stom. Je doet mij denken aan de meme van Barack Obama, die zijn eigen dementie. Ik vond het echt, dus ik dacht van oké, maar de reden is gewoon simpel. Ten eerste al, en dat heb ik ook in de review gezet, ik moet echt voor Nintendo een klapgebaar. Want ik heb verschillende reviews gelezen waar dat ook in stond, dat er blijkbaar frame drops waren. Ik heb niks ondervonden van frame drops of dergelijke bugs. Niks te klen. Dat spel speelt perfect voor mij. Mm-hmm. Ik heb niet iets gehad van... Ik had echt zoiets van, amai, eindelijk, zalig, nog eens een spel dat echt goed speelt. Je zet dat op, ook al is het maar tussen oksjes op de Switch. Dat speelt zalig. Dat is een schoon spel. Oké, de graphics zien er een klein beetje verouderd uit, zeker als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een Ragnarok op de PS5. Maar dat is logisch, gespeeld op een Switch. Maar dat spel is zo creatief, ongelooflijk. Je mogelijkheden dat je hebt voor dungeons te clearen of op bepaalde plekken te geraken. En het is terug een hero, dus het voorgaande eiland, wat eigenlijk altijd er gebruikt wordt. Maar nu hebben ze dat opgelost met eigenlijk door
ik ben de naam vergeten, maar het maakt niet uit. Door dus eigenlijk het land te verbrokkelen. En dus moeten eigenlijk op creatieve manier op die verschillende plekken geraken om eigenlijk het hele spel te exploren. En het is, ja, ik bedoel, gewoon alleen al het feit dat het spel perfect speelt op een Switch. En creatief, voor de creatievelingen is deze gewoon een droom. En ik vind het echt chic van Nintendo, want er waren wat twijfels over in het begin. Hè, want ja, Zelda, is dat nog wel speelbaar op die oude Switch? Is dat niet beter voor een nieuwe Switch? Maar ik vind dat dit nog wel waardig is voor de Switch. De suggestie die ik zelf even aanhaal is een nieuwe reeks op Netflix, genaamd Foobar. Wat, ik ga vloeken, alle handjes op de oortjes van de kinderen dus. Maar Foobar is een afkorting voor Fucked Up Beyond All Recognition. Dat is een term die ze vaak in het militaire gebruiken voor te zeggen van ik heb een vijand frut van hier geschoten. Foobar is een reeks met in de hoofdrol Arnold Schwarzenegger. En dat is heel opvallend. Waarom? Omdat dat de eerste serie is waarin dat Arnie de hoofdrol speelt. En ik heb het ook gezegd in mijn weekendmenu. Alles waarin dat Arnie meedoet, is fantastisch. Dus kijk naar Foobar. Het is, kort samengevat, een reeks waarin dat hij de rol van een CIA-operative opneemt. Een reeks die heel coole scènes heeft in België, in Antwerpen. We hebben het ook al gezegd op de website. Arnie drinkt een bolleke keuning. Nog een reden om te kijken. En het is gewoon ontspannend. Had het beter gewerkt als film van 2,5 uur in plaats van reeks van 8 afleveringen? Ik denk het wel. Maar als je van Arnie houdt en als je iets wilt bekijken waarbij dat je niet te veel moet liggen, nadenken en dat ook niet te lang duurt en dat je weet van ik ben niet voor 60 afleveringen vertrokken, Foobar is gewoon alles wat ik verwacht van Arnie anno 2023, maar dan in serievorm. En, leuke extra, op 7 juni komt er ook een documentaire genaamd Arnold op Netflix over zijn leven als gouverneur, als gym-icoon, als Mr. Olympia, als acteur, als actieheld, als gewoon het icoon dat hij is. Dus ga daar kijken, we zitten met een Arnie Overload. En hij is ook sinds kort de gouverneur van actie geworden bij Netflix. Een soort van rol die ze eigenlijk voor hem in het leven hebben geroepen. Dus hij gaat ook een beetje alle actie die Netflix brengt in goede banen leiden. Dus Arnie is all over the place en daar kunnen we enkel blij voor zijn. En waar we ook enkel blij voor kunnen zijn, is de laatste suggestie, Kevin. Die is van u over een superheld die weer... een geweldige eerste film had en nu een sequel daarvan krijgt. Absoluut. Spider-Man Across the Spider-Verse. De animatiefilm vanuit Sony. Het vervolg op de film uit 2018. Die is sinds vorige woensdag in de bioscoop. En ik zou zeggen, gaat die gewoon zien. Dat is keigoed. Dat ziet er goed uit. Dat verhaal is een direct vervolg op de eerste, uiteraard. En het is entertainend, zeker en vast. Het eindigt weer met een gigantische cliffhanger. Net zoals dat Sony dat ook gedaan heeft met Fast X. Ik krijg daar een beetje de zenuwen van. Maar hier is het vrij duidelijk. En hadden ze dat ook op voorhand gezegd. Van we gaan de films in twee doen. Dus er zijn gewoon twee films. Dus er komt volgend jaar een derde uit. Maar visueel ziet dat er fantastisch uit. Dat is echt alsof je naar een geanimeerde comicboek aan het kijken bent. Net zoals in de eerste film. Maar het gaat nog echt een stapje verder. Het ziet er nog veel beter uit. De humor is weer on point. Er zitten gigantisch veel inside jokes in. Er is zelfs een moment dat de bekende Spider-Man meme daarin zit. Het is doordat ze de drie Spider-Mans zo naar elkaar wijzen. Dat zit daarin. Ik kon over het verhaal niet meer vertellen, uiteraard. Want anders is het weer spoilers en ik ben er zelf ook geen fan van. Het enige minpunt, vind ik, is iets te moraliserend. Er wordt iets te veel gezegd van... Ja, het moet goed gaan in de wereld. En geloof in jezelf. En het Spider-Man-gedoe, maar het zit er iets te veel in. Stop mij nu zelf te geloven. Gewoon, keigoeie film. Gaat die alstublieft zien. Het is een rit van iets meer dan 2 uur. Maar je gaat je geen seconde vervelen. Net zoals dat je geen seconde verveeld hebt, hopelijk beste luisteraar bij het beluisteren van deze podcast. Wij zitten ook in de social media multiverse. Je vindt ons namelijk terug op Facebook, op Twitter, op Instagram, op TikTok zelfs. En je kan ons op pragalicious.com gewoon volgen voor al dat laatste gamingnieuws. De podcast die vind je terug bij Spotify, bij Apple Music en bij elk ander kanaal dat weet wat een goede gamingpodcast is. Binnen 3 weken zijn wij er terug met meer game nieuws en dan hopen we jullie allemaal luisterend ook. Tot dan!